Hallo allemaal, vandaag is het Cybermaandag. Cybermaandag, wat is dat dan weer? We hebben net Black Friday gehad. Nou, dat is dus het antwoord op Black Friday, maar dan door de webwinkels. Dus vandaag is er weer overal aanbiedingen of sluiten ze weer af. Stoppen de aanbiedingen van Black Friday. Dus vandaag de laatste dag om goedkoop spullen te kopen. Maar ja, wat kunnen we daar nu bij tekenen? Ik denk cyber. Alles wordt steeds elektronischer. We worden dadelijk vervangen door robots. Laten we eens een robot tekenen. Teken je weer mee? Ja, Cybermaandag. Het antwoord op Black Friday, maar dan online. Laten we dan eens die robot boodschappen doen. Of voor onze aanbiedingen gaan halen. Hoe teken je dan een robot? Nou, laten we eens gewoon beginnen. Standaard robot. Hè? Ik weet het, een robot gaat steeds meer op een mens lijken. Maar laat ik het gewoon nou even over het plaatje een robot hebben. Zo, zwaailamp op zijn hoofd. Twee oren. Met antennes erop. Zo. En laten we hem wel een neus geven. Zo. En een mond. Gewoon een speaker. Waar dan geluid uit komt. Dat lijkt hij best wel eng zo natuurlijk een beetje. Goed. Nek. Dat is dan een draaischijf. Anders kan hij niet ronddraaien. Zo. Een beetje schaduw erop. Hier mag ook wel wat schaduw zo. Ook een beetje schaduw. Die liggen ook wat hoger, die ogen. Zo. Goed. Het lijf van de robot. Zo. Nou. Laten we dan een klokje doen met een metertjes, zo. Die precies aangeeft van wat de stand van zaken is. Wat knopjes erop, zo. Hier nog een paar knoppen. Even kijken hoe we dat zo. Een paneel met lampjes. Dat is meer wat moeilijk met zo'n grote stift. Nou, goed. Dan moeten zo. Twee benen om daar komen. Scharnieren. Om hem ook kunnen laten lopen. En er zijn voeten. Nou ja, voeten. Blokken. Zo. Dat moet natuurlijk niet omvallen. Armen moeten daar natuurlijk ook nog aan. Zo. Zo kan hij ook iets vastpakken. Altijd handig voor een robot. Dus heb je er niet zoveel aan. Nou, ik vind het best een aardige robot zo, als ik eerlijk moet zijn. Zo, wat schaduw. Nou, een dingetje om zijn olie bij te vullen of de kart leeg te laten lopen. Zo. Zo. Nou, het zwaailicht wat licht knippert.
Ik denk dat we zo een aardige robot hebben. Ik zou zeggen, ga zelf eens een robot ontwerpen en tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.